Een sfeervol topsportcentrum in Almere maakt zich op voor een belangrijke WK-kwalificatiewedstrijd tussen Nederland en Moldavië. Een tweeluik moet beslissen wie er naar de volgende ronde van de WK-kwalificatie gaat. Is dat Oranje of Moldavië? En de wedstrijd is 10 seconden oud en de bal ligt er al in. Het is uiteindelijk Christian Obada die hier uitgebreid bejubeld wordt door zijn ploeggenoten die het doet voor Moldavië. Niet het begin waar Oranje op hoopte, de paas bij de tweede. De paal uiteindelijk naar binnen geschoten. Via Bujuzan was het dus Obada. Oranje meteen in de problemen, want Moldavië, oké, het staat in de top 50 van de wereld. Niet echt de meest aansprekende tegenstander, toch een hele stugge ploeg. Daar is Bujuzan, wil zijn foutje van zo even goed maken, schiet op de paal. Oranje komt in ieder geval bij het doel van Moldavië. Dat geeft de Oranjeburger moed. Nederland op zoek naar de voorsprong. Maar ja, dan maak je wel eens een foutje. Obada aan de wandel heeft een loepzuiver schot in huis. En zo staat Nederland met nog een heel groot gedeelte van de wedstrijd te spelen op een achterstand van 2 doelpunten. En lijken de problemen groter en groter te worden voor Oranje. Met dit loepzuivere schot van Obada zijn 2e doelpunt van de avond. Hoe is dan de reactie? Oranje gaat wat meer lef tonen. Er komt wat creativiteit. Leidt tot dit schot in de korte hoek van Zaid Bouzambou. Hij weer terug, was er tegen Oekraïne niet bij, geblesseerd. Maar de puntspeler van Oranje maakt het leven van Moldavië wat moeilijker. Dan, vrije trap dicht bij de goal van Moldavië. De variant is van Bujuzan. En deze schitterende treffer met rechts in de kruising. Issam Damani, de enige international die buiten de landsgrenzen zijn brood verdient met zaalvoetbal. De rest van de 14-koppige selectie van Miguel Andres Moreno actief in de Eredivisie. Maar even later ontsnapt Oranje aan de 3e Moldavische treffer. Artistiek geprobeerd met binnenkant rechts. Maar Oranje krijgt hulp van de binnenkant van de paal. Dan moet de rust nog beginnen en komt Oranje dan op gelijke hoogte. De aanval is soepeltjes. Damani verrast keeper Chitoroagi. Een klein foutje, maar het is 2-2. Het massaal opgekomen publiek kan opgelucht ademhalen. Want met de gelijke stand is alles weer mogelijk. Deze geplaatste bal van Damani, nogmaals de keeper verrast. Ook in de herhaling gebeurt dat. 2-2 aan het begin van de tweede helft. Waar Oranje zijn tanden zet in Moldavië. Hoog druk zetten leidt tot deze treffer van Ayoub Boukari. Met hulp van zijn maatje Zaid Bouzambou. Samen goed voor 80 goals in de Eredivisie. Maar hier dus de treffer waar Oranje zo naar snakte. Eindelijk de voorsprong. Ayoub, hij doet het. Ayoub Boukari. Moldavië moet dan naar voren toe komen. En dat geeft ruimte voor Oranje. Artistiek geprobeerd, dat moet gezegd worden. Maar deze poging leidt tot niets van Podlesnov, de omhaal met zijn rechtervoet. Oranje maakt zich dan op voor de mooiste aanval van de avond. Eerst nog deze geweldige actie. En het wegdraaien van Bouzid. En ook in de rebound wordt de paal geraakt. Daar zit ook Walid Tarivit nog tussen. Maar dit was het startsignaal van Nederlands beste fase in de wedstrijd. De 4e treffer van Oranje in de maak. Kijk en geniet van deze vlotte combinatie. Uiteindelijk eindigt de bal voor de voeten van Bouzid. En die rond af. Topsporthal juicht in Almere. Nederland weet dat in ieder geval de overwinning binnen handbereik ligt. En gaat op jacht naar meer treffers. Schitterende actie. Want tussen 4 tegenstanders in deze Oranje treffer. 4-2. En Moldavië gaat dan met meevoetballende keepers spelen. En dat betekent dat het doel leeg is. Ben Kalou blijft rustig en plaatst de bal opnieuw tussen de palen. 5-2. De uitgebreid zijn de felicitaties. De blijdschap is enorm bij Oranje. Dat weet dat het natuurlijk een hele goede stap heeft gezet in de WK-kwalificatie. Moet nog naar Chisinau volgende week woensdag, 17:30 Nederlandse tijd. Dan volgt de return. En Nederland draait een vroege achterstand om heel knap van 2-0 naar 5-2. En gaat met vertrouwen naar Chisinau.